Goedemiddag, welkom bij dag 11. Vandaag moet ik een hele simpele training. En dan denk ik van ja, ik kom er niet voor. Alleen maar buikspieren trainen. Training zal daardoor niet kort te zijn, want buikspieren kwartier. Het is allemaal leuk en aardig. Dan gaan we het doseren doen. Dus ik wil het focus goed leggen erop. Alles wat we doen, gewoon goed buikspieren aan kunnen spannen. Het moet niet te lange training zijn, want er zal uiteindelijk spanning komen te vervallen. Training, helpen, je bent wat aan het doen, maar niet 100% aan het knallen. Waar we mee gaan beginnen is gewoon even lekker arm zwaaien. We gaan daar een paar bepaalde planken oefeningen uitvoeren. Ja, dan heb je toch wel ook je schoudergewicht nodig om op te kunnen leunen. En ik wil het wel warm hebben. Doe twee armen tegelijkertijd, doe lekker met me mee. Gewoon 10 keer naar voren. En we gaan 10 keer naar achteren doen. Dus. 9, 10. Switch terug naar achteren. 5. Wat je al ziet, ik heb een matje gepakt, puur omdat ik daar op mijn ellebogen moet planken, op mijn handen moet planken. Ja, leuk op een harde vloer, maar ik wil iets demping hebben. Oké, we gaan gewoon even de knie omhoog gooien, zodat je heupgewricht los is. Uiteindelijk komt hij ook vanaf de onderkant buitenspieren en trekt hem naar je toe. Gaan we lekker rustig beginnen, we gaan het 10 keer per kant doen. 1. 2. 아스파는 오케이 오케이 Om en om. Oké, kom rustig tot je knieën.
Neem even een slokje water voor we gaan beginnen. Niet te veel. We gaan vandaag veel buik trainen. We hoeven gelukkig geen crunches te doen. Maar dat je een crunch maakt, ja, dan komt eerlijk gezegd gewoon een beetje je water voor je gevoel omhoog. Omdat je die beweging maakt. Met die rompslagen spreekt voor zich. We gaan over 8 seconden beginnen. Zonder dat je klaar staat. Leun op je elleboog. Onderarm. Recht. Go. Benen, buikpillen aanspannen. Kijk gewoon naar beneden. Denk gewoon wat je vandaag gaat doen. Hou vol, hè. We zijn op de helft. Drie, twee, één. Oké, rust. Je kan een klein beetje je schouders voelen. Als je zegt van, dat begint te veel pijn te doen, dat de druk te veel naar je schouders gaat. Korte minder 15 tot 20 seconden. Maak een regressie in de tijd. Oké. Ga liggen. Handen om die billen. 20 herhalingen. 10 per kant. Flutter kicks. Dat waren deze. Hoofd ietsje omhoog liften. Buikpunt aanspannen. Gaan we. Omhoog komen, hoe hoger je komt, hoe meer buikspierspanning je kan aanhouden, vasthouden. Je begint van mijn part te trillen als een gek. Dan heb je nog voldaan gevoel uiteindelijk. Leg je hoofd even neer. Het enige wat we nu gaan doen, is de benen hier vasthouden. 30 seconden. Als je je rug gaat voelen, moet je hoger met je benen zijn. Je legt je handen onder je billen, zodat je niet met je bek kan kantelen, waardoor je een onderholde rug krijgt. Trek je knieën op. Gaan we. Hou met je handen even voor je billen ook ietsjes omhoog. En we zijn op de helft. Voel die onderkant branden. Branden. Moed. 5, 4, 3, 2, 1. Heerlijk. Jullie krijgen maar 2 tot 3 ademhalingen rust om de flutterkick 20 keer nog te herhalen. 3, 2, 1. Omhoog komen, aanspannen, gaan we. Kom op, doorgaan. 10 en de laatste. Dit was ronde 1 en ik begin nu al te trillen. Spanning is goed aanwezig.
Hij staat niet op mijn schema, maar we gaan er echt eentje aan vastplakken. Tenminste, toch nog eentje. En hij is gewoon heel simpel, de obliek. Obliek is voor de zijkant van de buikspieren. Mijn handen doen gewoon zo om mijn hoofd te liften, maar uiteindelijk geplaatst de, het is een enkeltap optie. Hier gaat je gewoon je enkels aanraken. 20 keer, gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, laatste, 10. Oké, okay, kom rustig omhoog. Hier is een flesje mee. Ik zie dat de timer is uitgevallen. Die gaan we opstarten. Pak even je rust. Kom omhoog. Ga staan. Doordat je namelijk gaat staan, heb je dus strek als het ware wat pak op je buikspieren. Dus je zijn van elkaar af. Blijf je zitten, zijn je buikspieren als bordjes op elkaar en dus geen rust. Ga staan, maak eventueel een holle rug, waardoor je buikspieren buiten komen en rust hebben. Ik ga de timer activeren, zorg dat je fiets goed klaar staat. We beginnen weer op onze onderarm. Over 12 seconden gaan we op de start, dan doen we de tijd precies goed. 5, 4, 3, 2, 1, aanspannen. Moet één rechte plank zijn, hè? Buikspieren aanspannen, hop, benen aanspannen, billen aanspannen, recht zijn. Als je je schouders te veel voelt, ik voel ze al ietsjes langzamer. Doe dat wel even tot 20 seconden in plaats van 30. 5, 4, 3, 2, 1. Op je onderarmen, kom op, doorgaan. 3, 2, 1, aanspannen, kom op. Aanspannen. Niet jezelf laten zakken. Aanspannen. Twee. 10 seconden nog. Vasthouden, vasthouden. 4, 3, 2, 1. Oh. Wat je ook wel lekker vindt, is dat we gaan liggen. En jezelf op deze positie brengen. Je buikspieren zijn nu gestrekt. Maar we zijn op de helft, bijna. Flutterkicks, 20 keer. Maken we er nu 30 keer van. 15 keer per kant. Dat moet steeds zwaarder worden, hè? Elke ronde ben je meer kapot. Ik hoop dat ik er zelf ook klaar voor ben. Tuurlijk. We doen dit samen, hè. Gaan we. 5, 4, 3, 2, 1. Gaan we. 2, 3, 4, 5, 6. Rust, aankomen, zorg dat je bekken goed gekanteld zijn, knieën optrekken, 30 seconden gaat ie,
Goed zo. Hoofd even voor neerleggen of omhoog en aanspannen. Met dat ik ietsjes last van mijn rug krijg, ik gooi mijn voeten iets hoger. Die pijn komt gelijk een verval in mijn rug. Nog 10 seconden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rust. Even helemaal strekken. Kom tot rust. Voel de spanning. Maak je weer klaar voor de vruchtkick. Handen om die billen. Maak even zo'n vuist ervan. Omhoog komen. Gaan we. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wow. 8. 9. 10. Nog 5 te gaan. 11. 12. 13. 14. De laatste. 15. Obliek. Plaats voor 20 keer. 30 keer. Progressie. Kom omhoog. Buikspieren aanspannen. Voeten goed bij neerzetten. Enkels aanraken. 50 keer. 1. Aanspannen. 2. Nog 5 te gaan. 13, 14, 15. Even tot rust komen. Neem een slokje water, kleintje, niet vergeten. Je merkt dan gelijk eigenlijk dat de planking gelijk veel zwaarder is, wordt, trilt, kan niet vasthouden. Een planking gaat erom dat je recht bent. Is de spanning niet meer aanwezig, zou je door je onderrug gaan, ga je onderrug belasten. Ben je dus niet bezig met de spier die jij wilt trainen als het ware. En daarom moet je de focus steeds houden op buik, benen, billen, aanspannen. Aanspannen, aanspannen, dan ga je de verzuring en de spier die jij wilt trainen, trainen. En veel gemaakte fouten in de fitness dat je beweegt. Maar je moet natuurlijk de spieren goed kunnen aanspannen om te kunnen bewegen. En dan ga je goed trainen. Dan kun jij goed de link leggen van je hoofd naar je spieren en dan ben je goed bezig. Veel effectiever. De timer is nog aanwezig. Ik ga maar alleen nog even mijn laptop één keer aanraken zodat er weer activatie is op mijn laptop. Anders valt hij daar nog een beetje uit. Zorg dat je nog even een goede 10 seconden even rust pakt. Kom op je onderarm te leunen. 2, 1, gaat ie. Aanspannen. Kom op, 12 seconden. Zet het goed. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Op je knieën, bijvoorbeeld op je handen. 2, 1, gaat ie. Wil je het even goed op zwaar maken, dan zet je je handen iets naar voren. Laatste 10 seconden. Vier, drie, twee, één. Op je onderarm, kom op, doorgaan. Rust pakken en go.
Dat wordt pittig, hè? Laatste tijd. 4, 3, 2, 1. Stretch. En dat is puur voor je schouders. Die hebben echt een evenwichtsgewicht te voortduren. Nog één keer. Doe je weer zo ver mogelijk naar achteren. De handen laat je staan zodat je je schouder goed voelt. Even ontspannen, we zijn nu net gedraaid. De laatste vier oefeningen. We beginnen met de front kick. Handen om die billen. Voetbeugspieren uitspannen. 30 keer, 15 keer per kant. Gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Twaalf, 13, 14, 15. Rust. Ik anticipeer net wat ik in mijn tweede ronde ervaren heb. Ik kan niet deze positie meer aan en vasthouden. Want op een gegeven moment van 10 seconden, half 5 seconden mijn rug te voeden. Ik begin dus heel veel hoger. En ik zorg gewoon dat ik een gecontroleerde spanning aanhoud. Kan aanhouden voor 30 seconden. Over 5 seconden gaan we beginnen. 3, 2, 1, gaan we. We zitten op de helft. Probeer iets lager te gaan als je nog geen rug voelt. Probeer hoger te gaan als je nog geen rug voelt. 5, 4, 3, 2, 1, rust. Ontspan. Denk om je ademhaling. Neus in, mond uit. Niet te lang rust. Kom weer omhoog. Span je buikspieren aan, zet ze vast. Gaan we, 15 keer per kant. 1, 2, 3, 5, 6. Nog één oefening, oblique. Ga maar gelijk door, 30 keer totaal. Als je wilt, ga door naar de 40, 20 keer per kant. Tel één kant, des te simpeler is het voor jezelf. Goed omhoog komen, buikspieren aanspannen. Ten alle tijde bovenin blijven om de spanning te kunnen behouden nadat je opzij gaat. Gaan we. 1, 2, 3. Twaalf, 13, 14, 15. Genoeg geweest. Ga door even naar de 20, hè. Dichter, kom rustig overeind. Een planking is heel veel stabiliteit creëren in je buikspieren. Een crunch is goed, de spanning en de verzuring voelen in je buikspieren. Je hebt een combinatie nodig. Vandaag hebben we de stabilisatie gehad, uiteindelijk een planking voor ons koorgedeelte. Je pakt buik- en rugspieren heel veel. De flutterkicks en alles zijn de bewegingen. Daarmee ga je de verzuring voelen. Buikspieren, de obliek, de zijkanten. Door een beweging te maken zal je veel sneller het idee hebben dat je wat traint. Maar je hebt een combinatie nodig van. En daarom heb ik hem gecombineerd. Oké.
Hand omhoog. Achter je hoofd. Ga opzij. Voor de zijkant van de buikspieren. Andere hand. Samen. Voor de platte buikspieren. Gooi je heupen tegen naar voren eventueel. We gaan nog een beetje gestrekt voelen. Schouders, die hebben best wel veel belast voor de planking. Handen voren. Trek hem naar je toe. Voel de stretch. Andere. Dus nog één keer. Achter je hoofd. Dan ga je opzij. Ga niet helemaal inleunen. Probeer je heupen stil te houden en vanuit de buikspieren de stretch te pakken. En dat doen we vervolgens ook nog met de andere kant. Deze moet je helemaal goed kunnen voelen. Stretch. Platte buikspieren. Niet te lang. Ik stop nu al voor mijn rug ietsjes. Maar gelijk anticiperen. Niet negeren, luisteren. Schouder. Oké, we hebben een lekker klein half uurtje getraind. Buikspieren veel gedaan. Mijn part plakken hier nog lekker twee rondes achteraan. Doe een paar sit-ups even lekker. Maar je wilt ze ook niet te veel belasten, ze moeten ook goed kunnen herstellen. Oké, dit was vandaag buik. Hoop dat je nu voldaan gevoel hebt. Ga weer lekker wat eten om te kunnen herstellen, je energie aan te kunnen vullen. En ik zie jullie bij de volgende dag. Hey, groetjes!